Hallo allemaal en goedemorgen. Het is dinsdag 14 januari en het is belachelijk vroeg. Het is een uur of half vijf of zo. En ik ben aan de koffie. Als het goed is voel ik me dan zo meteen een beetje beter. Mijn naam is Fidi Jood en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Een echte fanboy ben ik. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Moet je naar kijken, fantastisch hè. Dit was bij haar beëdiging. Heel erg cool. Ik wilde eigenlijk verder gaan met mijn spoiler/non-spoiler reviews van winterfilms. Want dat vind ik leuk om te doen. Ik las in nu.nl, ik heb er een uitgebreide video over gedaan, dat we ook dit jaar weer geen winter krijgen. En dat is jammer, want ik krijg wel gewoon een winterdepressie. Dus ik vind van de winter leuk om allemaal depressieve films met sneeuw te kijken, zeg maar. En ik dacht, daar ga ik een soortje reviews van doen. Maar dit moet er even tussendoor. Want deze week, de week van 13 januari, de tweede week van 2020. Wat is het, de derde week eigenlijk al? Hè? Dat weet ik eigenlijk niet. Is het nou week 2 of week 3? Who cares? Deze week, de week van 14 januari, is de week dat deze mevrouw, Nancy Pelosi heet zij. Dat is deze mevrouw. De Articles of Impeachment gaat doorsturen. En theoretisch zou Donald Trump dan impeached worden. Moet je kijken, Femke Halsema, geboren 25 april 1966. Onze burgemeester is 53. Even kijken hoe die vrouw eruit ziet. Fantastisch, hè? Ik ben bijna 50. Ik zie er heel slecht uit, weet je wel. Met allemaal gekke rimpels en zo. Hoe doet ze dat? Dit is Nancy Pelosi. Die is 79 jaar oud. Nancy Pelosi is 30 jaar ouder dan de burgemeester van Amsterdam. Oh, ik ben afschuwelijk hekel aan Nancy Pelosi. Maar goed. Impeachment van Donald Trump. Ik heb medelijden met de gewone man en de gewone vrouw in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse politieke stelsel is een absolute gillen. Er zijn op papieren zijn er twee partijen. Maar alle twee die partijen zijn eigenlijk gewoon facties van één partij, namelijk de businesspartij. En de gewone man en de gewone vrouw die kan een beetje stikken. Het is bar en boos gesteld met de gemiddelde Amerikaan, weet je wel. Salarissen en inkomen is feitelijk aan het stagneren vanaf de jaren 80 en zelfs aan het dalen. En vaste contracten bestaan daar al geruime tijd niet meer. Wij zijn dat fijn aan het kopiëren hier in Nederland. Healthcare, een hele hoop mensen kunnen dat helemaal niet betalen. Voor iets eenvoudigs zoals insuline. Wat je nodig hebt als je diabetespatiënt bent, als je suikerziekte hebt. Daar betaal je soms honderden dollars voor. Het is echt absolute giller daar. Maar goed, ze willen Donald Trump eruit werken. Waarom? Nou, niet omdat hij, weet ik veel, racistisch is. Of omdat hij een heel anti-immigratiebeleid aan het voeren is. Of omdat hij mensen beledigt. Of wat dan ook. Of omdat hij mensen bombardeert. Dat is allemaal prima. Nee, ze willen hem impeachen. Omdat hij de verkeerde mensen heeft beledigd. En dat is al een paar keer eerder in Amerika gebeurd. En ik wilde daar wat context omheen creëren. Dit is senator Joseph McCarthy. En deze meneer is bekend geworden door die
die hearings, die Senate hearings, waar hij alle communisten, Amerika's vrij ging maken van communisten. Weet je, die beroemde vragen, are you now, or have you ever been a member of the Communist Party? En hij heeft een hele hoop mensen hun carrières verwoest. En iedereen in Amerika vond dat wel prima. Hey, iedereen vond dat wel prima. Maar op een goede dag gaf hij een interview. En toen zei hij, nou, er zitten ook een hele hoop communisten bij het Pentagon. En er zitten een hele hoop communisten in de Senaat. En die mensen ga ik aanpakken. En dat moet je niet doen. Je moet niet de verkeerde mensen beledigen, want dan gaat het helemaal mis. Dus Joseph McCarthy kon meteen inpakken. Hè, toen hij gewone mensen aan het aanpakken was. Dat is prima. Maar je moet niet het Pentagon gaan beledigen. Die vechten terug. Het is een tweede keer gebeurd met deze meneer. President Richard Nixon. En Richard Nixon was echt een absoluut monster. En wat hij deed was basically Vietnam helemaal plat bombarderen. Dan een leuke coup in Chili. Resulterende in Pinochet en Martel Kamers en noem maar op. In Cambodja helemaal gort gebombardeerd. En dat was allemaal prima. Daar had niemand enig probleem mee. En Richard Nixon, die was er net zoals zijn voorgangers, dus ook Kennedy, ook Johnson en zelfs Eisenhower. En die waren ervan overtuigd dat mensen die tegen de oorlog in Vietnam zijn, en dat waren in het begin vooral jonge mensen, studenten, die werken voor Moskou. Die werken voor Moskou of die werken voor Peiping, voor China. Die werken voor de Russen of voor de Chinezen. Dat zijn communisten. Dus Richard Nixon liet de CIA en de FBI allerlei anti-war-activisten afluisteren, oppakken, intimideren en noem maar op. En dat vond iedereen prima. Niemand had een probleem. Ja, doe je ding. Maar toen maakte Richard Nixon de fatale vergissing om in het Watergate Hotel de Democratische Partij te proberen af te luisteren. En dat moet je natuurlijk niet doen, want de Democratische Partij, ja, dat zijn geen gewone mensen. Die vechten terug. Dus binnen de kortste keren was het afgelopen met meneer Richard Nixon. Nou, we hebben nu een identieke situatie in Amerika. Donald Trump wordt namelijk niet impeached omdat hij weet ik veel wat voor shit heeft uitgehaald. Nee, Donald Trump wordt impeached omdat hij in de Oekraïne tegen iemand, weet ik veel, een minister-president of wat dan ook, had gezegd van, hoe zit dat met Joe Biden en de zoon van Joe Biden? En Joe Biden is de voormalige vicepresident. Dat is deze meneer met die enorme witte tanden. Echt waar, spierwit. Dat is echt heel knap. Dit is Joe Biden. Kijk of we ergens die pearly whites kunnen zien. Daar, hier zie je ze goed. Spierwit, nog witter dan zijn haar. Maar goed, Joe Biden, zijn zoon, een crack addict, die had een baantje gekregen bij een of andere oil and gas bedrijf in de Oekraïne. Wat natuurlijk een beetje vreemd is, dat is zo corrupt als de pest. Die jongen die weet helemaal niets van olie en gas. Helemaal nul. En daar kreeg hij iets van $50.000 per maand voor of zo. En Donald Trump die was op een staatsbezoek in de Oekraïne. En die zei van, goh, zullen we niet Joe Biden eens gaan onderzoeken? Want ik vind dit allemaal zo corrupt als de pest. Of iets in die richting. En dat moet natuurlijk niet. Dus moet Donald Trump nu impeached worden. Het is erg geestig. Donald Trump heeft zijn nieuwe budget gekregen. Zijn nieuwe militaire budget. Voor 2020. En daar wilde hij een kleine $130 miljard extra dollar bij hebben. En hij wilde extra spionage
machten hebben. Dus zodat het Amerikaanse volk nog meer bespioneerd kan worden door hun eigen overheid. En Nancy Pelosi vond dat prima. Die steunde dat gewoon allemaal. Als jij namelijk geld wil voor oorlog en wapentuigen, dan zegt iedereen in Amerika altijd ja. Dat noem je de oppositie. Maar iets lelijks zeggen over Joe Biden. Iets lelijks zeggen over het Pentagon en de Senaat. De Democraten proberen af te luisteren. Dan ben je meteen de pineut. 79 jaar oud. Zij is ouder dan mijn moeder. En ik wil niet kinderachtig doen, maar ik voel mezelf al oud. Mijn ouders zijn heel oud, ze zijn echt bejaarden. En god, ja, ze zijn het, weet je, nog goed ter benen. Hun hersens doen het nog goed en zo. Maar het zijn wel bejaarden echt. Het is een beetje de armoede van het Amerikaanse politieke systeem. Iedereen die er een grote rol in speelt, is waanzinnig oud. Maar goed, in dat militaire budget waren een paar senatoren en die hadden er een extra provisie in gestopt. Namelijk, je mag met dit geld geen oorlog voeren tegen Iran. Maar de democraten die dachten, shit, nee, dat willen we juist wel heel graag. Dus mevrouw Nancy Pelosi die vond het prima dat die provisie eruit werd gehaald. En kort daarna bombardeerde Donald Trump die Iraanse generaal. Krankzinnig. 30 jaar ouder dan onze burgemeester. Nou ja, wat gaat er gebeuren met die impeachment? Ik denk dat er helemaal niks gaat gebeuren. Ik denk dat het puur podcast is. En ik denk dat de democraten feitelijk hun linkerbeen aan het afzagen zijn. Dankzij deze, eerst al dat schreeuwen over Russiagate en Russiagate en Russiagate. En dat is dan nu impeachment en Oekraïnegate geworden. Ik denk dat de democraten ervoor gezorgd hebben dat Donald Trump de verkiezingen van 2020 op zijn sokken gaat winnen. Want het Amerikaanse volk is het helemaal spuugzat. Wat denkt u, mevrouw de burgemeester? Nog 4 jaar Donald Trump? Moet er niet aan denken. Maar ja, dat is wel wat er gaat gebeuren. Het is in Amerika inmiddels zo erg dat iedereen die iets zegt, zelfs binnen de Democratische Partij, zijn ze elkaar allemaal aan het opvreten en cannibaliseren. Als je eigenlijk maar een klein beetje afwijkende mening hebt, dan wordt er meteen geroepen, die werkt voor de Russen. Ik begrijp dat Hillary Clinton had laten weten dat Bernie Sanders de favoriete kandidaat van de Russen is. Hillary weet daar namelijk een hele hoop van. Wat ik leuk zou vinden is niet Joe Biden tegen Donald Trump zou gaan. Maar nog een keertje Hillary. Dat lijkt me te gek. Nog, Hillary versus Trump, part 2. Chaillant detail. Dit is de net worth van mevrouw Pelosi. Zij en haar echtgenoot hebben ergens tussen de, hier staat 120 miljoen. En hier staat dan tussen de 43 en 202 miljoen. En haar salaris is $223.000. Voor dat geld zal ze nu niet doen. Want zij hoeft natuurlijk nooit meer te werken. Klein vrouwtje trouwens, is maar 1,64. Mijn dochter is groter, langer dan Nancy Pelosi. Wat vindt u ervan, die hele schijnvertoning, mevrouw de burgemeester, die impeachment? Ik vind het een shitburger. Ik vind het echt een absolute afgang. En het wordt alleen maar erger, die polarisatie in Amerika. 30 jaar ouder dan onze burgemeester. En dat is de Speaker of the House. Het is een graftak. Een stinkend rijke graftak die een beetje wat aan het brullen is. Maar goed, deze week de Articles of Impeachment. En daar gebeurt helemaal niks mee. Het is gewoon alleen maar puur tijdverspilling en schreeuwen en gillen en posturing en virtue signaling. En we vinden het vreselijk wat Donald Trump heeft gedaan.
Maar de zoon van Joe Biden, nou, dat hoort erbij. Het is heel mooi om te zien als de ene corrupte partij de andere corrupte partij corrupt noemt. En dat is de ware aard van de politiek in Amerika op dit moment. En ze hebben maar twee partijen. Wat voor land is dat? Weet je, je zou er toch een hele hoop meer moeten hebben. Er wonen wat 350 miljoen mensen in Amerika. Die moeten zich allemaal gaan scharen achter twee partijen. In Amerika is het zo erg. De meerderheid van de Amerikanen, die stemmen helemaal niet. Die hebben het gewoon helemaal opgegeven. Wow, hij heeft toch geen zin. Ik ben heel kieskeurig, mevrouw de burgemeester. Ik ben qua sommige dingen ben ik wat links. En qua sommige andere dingen ben ik weer wat rechts. En er is geen enkele partij waar ik mij bij kan vinden. En ik stel hele kritische eisen aan mijn dieet. Als ik naar een restaurant ga en er staan daar alleen maar dingen op het menu die ik niet lust, dan eet ik daar niet. En dat is een beetje mijn mening over het politieke stelsel van Nederland. Ik vind al die politieke partijen helemaal niks. Dus stem ik niet. Ook niet op GroenLinks. Articles of impeachment, mensen. Ik denk, ik sta er toch even bij stil. En dan kan ik er toch even mijn licht op laten schijnen. Ik denk dat het helemaal niks wordt. Ik vind dat het nergens over gaat. En ik vind het een gigantische afgaan. Ik ben heel nieuwsgierig wat zij ervan vindt. Dacht u ook dat Hillary ging winnen, mevrouw de burgemeester? Ik wel. Serieus, ik dacht Hillary die wint. Iedereen zei dat ook. Die Trump die maakt geen schijn van kans. Ik had mijn kind er zelfs voor uit bed gehaald. Schat, wel wakker. Voor het eerst. Een vrouwelijke president in Amerika. Dat is wereldgeschiedenis. Dit moet je meemaken. En toen gingen we samen zitten voor zo'n CNN-stream. Mevrouw de burgemeester. En ik had allemaal Amerikaanse troep gehaald. Amerikaanse vlaggetjes en popcorn en weet ik veel. En toen zaten we naar CNN te kijken. En binnen de kortste keren. Ik legde een beetje aan die kleine uit hoe dat werkte met dat kiesstelsel. En zij was aan het rekenen en binnen de kortste keren ja, ging het al helemaal de verkeerde kant op. En werd het al duidelijk dat Donald Trump ging winnen. Aan mijn kind, zwaar getraumatiseerd. Ik dacht dat jij zei dat Hillary ging winnen. Ik zeg, ja, dat zei iedereen. Dat dacht ik ook. Ik begrijp niet. Misschien is er iets niet goed aan het gaan. En toen kregen we dus hem, die gek, Donald Trump. En sinds Donald Trump aan de macht is, is de polarisatie zo afschuwelijk vreselijk geworden. Omdat mensen hem niet mogen. Met name Hollywood is helemaal ziek van hem. En vergelijken hem voortdurend maar met Adolf Hitler. En ja, dat draagt helemaal niks bij natuurlijk. En de gemiddelde Amerikaan wordt er doodziek van. Want het land kent hele grote problemen. Het land geeft bijna $1 biljoen uit aan wapentuig. Ik zou zeggen, hak dat door de helft en doe iets, weet ik niet, aan zorg en je wegennet en weet ik veel wat voor dingen. Mevrouw Halsema, die sinds zij de burgemeester van Amsterdam is, krijgt dat ook een beetje. Rechts Nederland of centrum rechts Nederland. Is helemaal niet aan het luisteren naar de dingen die ze zegt en de dingen die ze wil, maar ze hebben gewoon een hekel aan haar. En zijn alleen maar aan het schelden op die vrouw. Als ik ergens zit en ik zeg van, oh ja, Femke Halsema, ik ben hartstikke groot fan van burgemeester Femke Halsema. Poeh, wat ik af en toe naar mijn hoofd krijg dan. De haat voor deze mevrouw is zo groot. En ik ben geen GroenLinks stemmer. Ik zou nooit op haar gestemd hebben toen ze partijleider van GroenLinks was. Maar als burgemeester vind ik het te gek. En als persoon, de persoon Femke Halsema. Ik ken die mevrouw verder niet. Ze heeft honden en ze is gek op Amerikaanse series. En ze rookt. Maar ik weet verder niks van haar als persoon natuurlijk. Dat vind ik wel heel jammer. Zou ik wel heel graag allemaal willen weten. Wat haar favoriete gerechten zijn. Wat haar favoriete film is en zo. Maar ja, dat doen we hier in Nederland niet. Je mag helemaal niets van het privéleven weten. Ik vond dat drama met haar zoon ook, dat maakte er juist nog meer menselijk. Oh, jij hebt ook een tiener die domme dingen doet? Nee, toch? Doen tieners soms domme dingen? Oh, ja, en hij zit chockvol hormonen. Jeetje, dat wist ik niet. Maar daar zag je dat ook heel goed.
centrumrechts Nederland werd gillend en schuimbekkend gek. Er werd op een gegeven moment zelfs beweerd dat omdat ze geen controle had over haar zoon, of over zijn hormonen dan, kon ze ook de stad niet besturen. Huh? Waar? Maar goed, articles of impeachment. Was het beter geweest als Hillary had gewonnen? Ik denk het niet. Ik denk dat als Hillary president van de Verenigde Staten was geworden, hadden we al lang oorlog gehad met Iran. Want Hillary, dat is zo'n warmonger. Dat is niet normaal meer. Die is echt gillend en schuimbekkend gek. Die is trouwens een beetje meer waard dan Nancy Pelosi, volgens mij. Ja, Hillary Clinton. Hoeveel is zij waard? Hillary Clinton net worth. In Amerika moet je namelijk dat valt mee, die is minder waard. Oh, oké. Okay. Ik dacht dat zij veel meer waard zou zijn. Kijk, Hillary is ook 72 jaar oud. Dat is een beetje een vereiste in de Amerikaanse politiek. Je moet stinkend rijk zijn en heel oud. Snap je nu een beetje? Kijk dan naar onze burgemeester. Die loopt rond in een spijkerbroek. Die fietst over de gracht. Die rijdt niet rond in zo'n geblindeerde SUV en privéjets en weet ik van wat. Haar kom je niet tegen in dat vliegtuig van Jeffrey Epstein. Bill Clinton wel. Nou goed, lieve mensen, het is een beetje braai geworden. Articles of impeachment. Ik zeg, er gaat helemaal niks mee gebeuren. Het is een gigantisch afgang. En ik zeg, Donald Trump wordt president, wordt herverkozen als president in 2020. En dat komt mede dankzij het geblunder van de Democratische Partij. Dat is een zootje daar. Een absoluut zootje. En blijkt op de meeste fronten net zo corrupt te zijn als ze beweren dat Donald Trump is. Lieve mensen, dat was hem weer.